Bij de buur op een uur. Echte verre reizen zitten er dit jaar waarschijnlijk niet in. En misschien ken je onze provincie al als je broekzak. Vrees niet, dit jaar nemen we een kijkje over de provinciegrenzen. En gaan we naar de buur op een uur om te kijken wat we kunnen beleven. Ja, vandaag het Nationaal Orgelmuseum in Elburg. Op een kleine 20 minuten rijden van Dronten. En we hebben contact met Wilma Seibel, directeur van dit museum. En Wilma, kun jij ons wat vertellen over de ontstaansgeschiedenis van dit museum? Nou, het museum bestaat inmiddels meer dan 40 jaar. En we zitten in een prachtige historisch stadje, zoals jullie vast allemaal weten. Want ik denk dat de meeste mensen uit Flevoland wel eens in Elburg zijn geweest. Maar misschien nog nooit in ons museum. En we zitten in een heel bijzonder gebouw. Het oudste gebouw van de stad. En daar zitten we nu een jaar of 6 inmiddels. En we hebben eerst ergens anders in de stad gezeten. We zijn heel klein begonnen. Het museum is ooit opgericht door mijn vader, die heel lang hier organist is geweest aan de grote kerk. En het museum is steeds meer uitgebreid. En we hadden gewoon meer ruimte nodig. We zitten nu in het Arentoe Boekophuis. En dat is het oudste gebouw in de stad. Zo, wat een mooi plekje om daar te mogen zitten. En de mensen die meekijken via de website of via de televisie, die zien jou jouw achtergrond. Is dat het pronkstuk? Vertel er eens wat over. Ja, dit is het grootste orgel wat wij in het museum hebben. En het is ook echt, het wordt regelmatig bespeeld. En het is opgesteld in de voormalige stadsgevangenis van Elburg. Er zitten nog een aantal oude celdeuren zelfs in deze ruimte. Maar het staat nu voornamelijk vol met stoelen, want het is ook onze concertruimte. En onder normale omstandigheden geven wij hier heel regelmatig concerten. In de zomer elke week één. En in de rest van het jaar eens in de maand op de zaterdagmiddag. Maar helaas door COVID kunnen wij dat nog steeds niet doen. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar het orgel is natuurlijk wel te bekijken. En het, zoals jullie zien, het ziet er ook heel bijzonder uit. Het ziet er heel anders uit dan je normaal van een orgel gewend bent, ja, denk ik. Beschrijf hem eens. Nou ja, het is een beetje een snoepdoos. Hè? Hij heeft hele aparte kleuren. Hij is oranje met roze en een beetje paars en blauw. En hij ziet er heel apart uit, omdat dit orgel is oorspronkelijk gebouwd, tenminste de kas eromheen, is gebouwd door een architect. Dus niet iemand die vanuit zijn werk met orgelbouw bezig was, maar iemand die vanuit grote liefde voor het instrument dit orgel in zijn eigen huis had staan. Ja, namelijk op een boerderij op de Veluwe. Oh ja? En daar stond het in de voormalige koeienstal. En toen deze meneer overleed, toen is het op een gegeven moment bij ons terechtgekomen. Ja, je hebt het over de liefde voor het orgel. Dat had je vader, dat heb jij dus ook. Ja, ja zeker. Ik ben er mee opgegroeid. En toen ik het jong vond, vond ik het niet altijd zo leuk. Want er stond altijd orgelmuziek aan bij ons thuis. Ja. Maar ik ben het in de loop der jaren wel zeer gaan waarderen. En ik vind het echt een heel bijzonder instrument. Ook omdat het zo oud is. Hè. Heel veel mensen weten niet dat orgels de oudste bespeelbare instrumenten zijn die je in Nederland kunt vinden. En het hoort ook heel erg bij ons cultureel erfgoed eigenlijk. Ja, daar kun je dus de hele geschiedenis beleven bij jullie in het Nationaal Orgelmuseum. Ja. Dus van begin tot nu. Dat pronkstuk moeten we natuurlijk gezien hebben. Maar waar moeten we echt zeker nog bij stilstaan als we een bezoekje brengen? Nou ja, we hebben in het museum, wat we eigenlijk laten zien is de geschiedenis van het instrument vanaf de middeleeuwen tot nu. En we hebben een aantal hele bijzondere instrumenten in het museum, die ook bespeelbaar zijn overigens. Maar we hebben ook een hele bijzondere collectie miniatuurorgeltjes. Die zijn soms bijvoorbeeld maar een meter hoog bij 60 breed of zo, 60 centimeter breed. En die zijn meestal gemaakt door enthousiaste hobbyisten. En die zien er vaak echt prachtig uit, met bladgoud ingelegd enzovoort. En die moet je echt van dichtbij bekijken. Die zijn echt heel erg mooi. En vaak hebben ze dan een groot kerkorgel nagebouwd. Want ja, die kunnen wij hier natuurlijk niet zo laten zien. Want daar heb je een hele grote ruimte voor nodig. Maar door die miniatuurorgeltjes kunnen we toch laten zien wat we in Nederland allemaal hebben qua bijzondere instrumenten.
Oké. Zeg, ik wil even met jou terug naar de geschiedenis van Flevoland, want daar grens je toch een beetje aan. Wij hadden in de jaren 80 en 90 commissaris van de koningin Han Lammers. En als hij dan eens even door Flevoland rijdt, of misschien ook wel daarbuiten, dan stapte hij soms een kerkje in en vroeg dan aan de koster: mag ik even lekker orgel spelen? Want daar hield hij van. Is hij ooit bij jullie geweest? Dat zou ik niet weten. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat zou best kunnen, maar ik weet het persoonlijk niet. Oké. Nou. Ik kan geen orgel spelen, maar ik wil jullie wel bezoeken. Hoe lang ben ik eigenlijk kwijt aan een bezoekje bij jullie? Wat moet ik daar waar moet ik op rekenen? Ja, dat is heel wisselend. Sommige mensen zijn hier een half uurtje, lopen er gewoon even snel doorheen. Er zijn ook mensen die zijn hier een uur of twee uur. Het is maar net, ja, dat is met elk museum zo, hè. Hoe lang je er kunt zijn, wilt zijn. Kijk, het voordeel is wel dat we de museumkaart hebben. Dus ook als je niet zo heel veel tijd hebt, kun je toch even naar binnen lopen. Iets wat ik zelf bijvoorbeeld ook heel vaak in een museum doe met mijn kaart. En ja. Dus het is maar net hoeveel tijd je eraan wil besteden. Maar je kunt hier zeker een paar uur zoet zijn. Oké, en moeten we nog een tijdslot reserveren of mag je nu aankomen waaien? Nee, je mag nu aankomen waaien. Maar we vinden het op zich wel fijn als je het wel doet. Want soms is het op het moment toch wel heel erg druk. En dan is het in bepaalde ruimtes een beetje proppen. En dan moeten we mensen gaan verdelen over verschillende locaties. Dus het is wel fijn als je het toch even doet. Heel goed. Nou, we gaan naar Elburg, naar het Nationaal Orgelmuseum. Dankjewel, Wilma Seijman.